Welkom bij Vera D, Yoga Flow. Laten we starten in kniezit voor de enkelstretch. Kniezit, dikke tenen raken elkaar en hielen van elkaar. Plaats je handen op de vloer achter je en til je knieën van de mat. Span je buikspieren aan, rek je op, borst vooruit en trek je kin in. Houd een paar ademhalingen vast. Strekken van de enkels en de bovenzijde van je voet. Laat langzaam los. Lage lunge. Zet je rechtervoet naar voren, knie in een hoek en recht boven je enkel, linkerbeen ver naar achteren, knie op de grond. Duw met je handen je bovenlichaam omhoog en leun licht naar achteren, kin ingetrokken, duw je bekken naar voren, rek je rug verder omhoog op iedere inademing, om verder te openen. Houd de schouders laag. Een milde heupopener. Opent de voorkant van het lichaam en stretch de heupen, de psoas of de lendenspieren. Quadriceps strekken. Buig je achterste been, beweeg je heel naar je zitvlak en omvat met je hand de enkel. Trek je hielen naar de billen toe. Kun je niet bij je enkel, dan kun je een elastiek riem handdoek om je enkel doen en zo je heel dichter naar je zitvlak brengen. Houd de rug recht en span de billen aan. Bovenbeenspieren strekken. Voel je een scherpe pijn, stop dan onmiddellijk met de stretch. Rekken mag een beetje oncomfortabel zijn, maar nooit pijn doen. Laat langzaam los. Halve spagaat. Zet je handen aan weerszijden van je voorste voet op de vloer of op yogablokken. En strek je voorste been. Houd de tenen op de vloer en je rug recht, kin ingetrokken. Blijf doorademen. Het moet prettig en comfortabel aanvoelen. Forceer niet. Buig dieper op ieder ademhaling en trek je tenen op, kuit rek. Een perfecte uitvoering is soms fysiek niet haalbaar door de vorm van je skelet. Botten kunnen tegen elkaar drukken of door spierspanning. Van hieruit gaan we naar de hagedishouding. Buig je voorste knie en beweeg je borstkast naar voren. Zet je handen aan de binnenkant van je voorste voet. Je achterste been gestrekt en knie op de vloer. Of knie van de vloer, wat voor je het prettigst aanvoelt. Druk je bekken naar beneden en strek je borstkast omhoog. Voor een diepe stretch. Houd de nek lang. Als je comfortabel bent in deze houding, breng dan de ellebogen naar de grond en beweeg je voorste knie naar buiten. Een intense heupopener. Hou je hoofd neutraal of rechtop.
Duw jezelf omhoog. Van hieruit gaan we naar de duifhouding. Breng je voorste knie naar je hand. Rechterknie, rechterhand. Scheenbeen gelijk met de voorkant van de mat of je rechtervoet dichter bij je lies. Wat voor jou prettig en comfortabel voelt. Steun op je handen. Adem in en verleng je bovenlichaam. Oprekken vanuit je onderrug naar je kruin. Ademen. Adem uit en buig voorover en leg je bovenlichaam op je gebogen been. Sluit je ogen. Houd je voet gebogen, trek de tenen naar je scheen. Je mag bewegen en de houding aanpassen. Steun op je ellebogen of op je handen. Laat de perfectie los en luister naar je lichaam. Ademen, rustig in- en uitademen. Een variant van de koningsduif, waarbij je rustig de tijd neemt terwijl je over je gebogen been ligt. Het opent de eupen. Duw jezelf omhoog. Hoofd naar knie, vooroverbuiging. Zwaai je achterste been naar voren. Zet je rechtervoet tegen je bovendijbeen aan, zo ver mogelijk tegen het perineum aan. Plaats je handen aan weerszijden van je voorste voet. Adem in en strek je rug van staartbeen tot kruin. Adem uit en buig vanuit je heupen naar voren en laat je hoofd richting van je knie zakken. Adem in en adem uit. Verder strekken. Trek je tenen op naar je scheen voor een kuitrek. Ontspan. Hoofd naar knie. Duw jezelf omhoog voor een diepe hurkzit, ook kranshouding genoemd, Malasana. Zet je voeten aan de zijkant van de mat, steun op je handen, beweeg je knieën uit elkaar en plaats je ellebogen tegen de binnenkant van je knieën en je handen in namaste. Rek je op vanuit je stuit tot aan je kruin. Rug recht. Ademen. Adem rustig in en uit. Opent je heupen, verlicht lichte rugpijn en ischiasklachten. Laten we de serie met het andere been herhalen. Laat los en kom in kniezit voor de enkelstretch. Kniezit, dikke tenen raken elkaar. Hielen uit elkaar, plaats je handen op de vloer achter je en til je knieën van de mat. Span je buikspieren aan en rek je borst vooruit, kin in. Houd een paar ademhalingen vast.
Laat langzaam los voor de lage lunge. Zet je linkervoet naar voren, knie in een hoek en recht boven de enkel. Rechterbeen verder naar achteren, knie op de grond. Duw met je handen je bovenlichaam omhoog en naar achteren, kin ingetrokken. En duw je bekken naar voren. Rek je rug verder omhoog op ieder ademhaling. Openen van de heupen. Houd de schouders laag. Sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling. Adem normaal. En geniet van de stilte. Bovenbeenspieren strekken. Buig je achterste been. Beweeg je heel naar je zitvlak. En omvat met je hand de enkel. Trek je heel naar de billen toe. Kun je niet bij je enkel, dan kun je een handdoek om je enkel doen. En zo je heel dichter naar je zitvlak brengen. Houd de rug recht. En span de billen aan. Voel je pijn? Stop dan onmiddellijk met de stretch en neem een variant hierop. Ga in buiklig en trek je heel naar je bil. Al de oefeningen moeten prettig en comfortabel aanvoelen. Laat perfectie los en luister naar je lichaam. Laat je voet langzaam los, halve spagaat. Halve spagaat, Ardha Hanumasana. Zet je handen aan weerszijden van je voorste voet op de vloer of steun op een yogablok en strek je voorste been. Houd de tenen op de vloer en recht je rug op, kin ingetrokken. Blijf doorademen. Focus op je ademhaling. Buig dieper op iedere uitademhaling en trek je tenen op. Rustig ademen, in en uitademen, buig dieper. Kom langzaam omhoog. Voor de hagedishouding. Buig je voorste knie en beweeg je bovenlichaam naar voren. Zet je handen aan de binnenkant van je voorste voet. Je achterste been gestrekt, knie op de vloer. Of knie van de vloer. Been gestrekt, wat voor jou comfortabel voelt. Duw je bekken omlaag. En maak je lang, rechte rug.
Houd de nek lang, kin ingetrokken. Als je comfortabel bent in deze houding, breng dan de ellebogen naar de grond en beweeg je voorste knie naar buiten. Maar blijf normaal ademen. Houd je hoofd neutraal of rechtop. Duw jezelf omhoog. In de duifhouding breng je voorste knie naar je hand, linkerknie, linkerhand. Scheenbeen gelijk met de voorkant van de mat of je voet naar je lies, wat voor jou prettig en comfortabel voelt. Adem in en verleng je bovenlichaam. Oprekken vanuit je onderrug naar je kruin, kin in. Even houden en rustig doorademen. Buig voorover en leg je bovenlichaam over je gebogen been op een uitademing. Sluit je ogen. Houd je voet gebogen, trek de tenen naar je scheen. Voet flex. Ademen, rustig in- en uitademen. Wees blij met wat je nu doet en accepteer waar je nu staat. Forceer niet. Richt je aandacht op je ademhaling. Voel hoe de spanning wegvloeit uit je spieren bij ieder ademhaling. Ontspan. Hoofd naar knie, vooroverbuiging. Zwaai je achterste been naar voren. En druk je voorste voet tegen je bovendijbeen aan. Plaats je handen aan weerszijden van je voorste been. Adem in en strek je rug van staartbeen tot kruin. Adem uit en buig vanuit je heupen naar voren. En laat je hoofd richting van je knie zakken. Inademen, rek je op en op ieder uitademing buig dieper. Ademen, uitademen, buig dieper. Trek je tenen naar je scheen voor een kuitrek. Ontspan en geniet van deze stretching. Duw jezelf omhoog voor onze laatste
Stretching. De vlinderhouding. Ga zitten en breng de voetzolen tegen elkaar. Zet je voeten dichter of verder van het lichaam af, wat comfortabel voelt. Je ellebogen wijzen naar buiten. Je kunt de ellebogen ook gebruiken om de knieën verder naar buiten te duwen. Strek langzaam je rug op, van staartbeen tot kruin. En buig vanaf de heupen naar voren. Laten we dit 2 minuten volhouden. Forceer niet. Hoe ver je knieën richting de grond komen, is niet belangrijk. Het is niet zo dat de houding beter is als ze de grond aanraken. Ontspan. Ademen. Focus. Hou je rug zo recht mogelijk en rek je uit. Richt je aandacht op je ademhaling. Je mag bewegen als je voelt dat je de houding moet aanpassen. Merk dat niet alleen je lichaam zich overgeeft aan de houding, maar ook je gedachten. Je komt vanzelf in de stilte. Laten we de yoga flow eindigen. Duw jezelf omhoog en kom in kruiszit. Rek je rug en nekwervels op. Rek je op, zit recht. Schouderrol, schouders naar achteren en omlaag. Hoofdrol, maak een grote cirkel met je hoofd en wissel van richting. Ademen. Adem in en strek je armen zijwaarts omhoog. Adem uit, duw je handpalmen bijeen en omlaag voor je borst. Inademen en uitademen. Inademen, handpalmen bijeen en voor je borst. Namaste, ik buig voor jou.